een bij. Ja, moeder is toch wel speciaal. Dat is wel iets. Laten we het zo zeggen. Mijn dieptepunt is gewoon van... hoe zal ik het zeggen? Dat niemand mij wou. En van dat ik gewoon zei van... moet ik wel stoppen of niet? Maar ik zei toch, nee, ik ga niet stoppen. Ik heb mijn eigen altijd beloofd dat ik een prof wou worden. En ik zei gewoon van, ik ga gewoon verder. Vroeger speelde ik nog bij Weerschot. En op een gegeven moment was het gewoon gestopt. Moesten we allemaal een eigen ploeg gaan zoeken. Op een gegeven moment ben ik naar de Academie van Zoetwaren gegaan. Ik heb daar 5 jaar lang gespeeld. Van mijn 11,5 tot mijn 14, 15, 16 jaar. Veel gevoetbald op mijn blote voeten zelfs. Dan is die Academie ook gestopt. En, ik ben naar Engeland gegaan. Het was gewoon een academie. Om je eigen beter te evolueren. En ik ben dus teruggekomen na 1 jaar. Ik moest dan een club hier zoeken in België. Mijn vader ging zoeken achter clubs voor mij. En niemand had eigenlijk een soort van interesse. Waarom wilde niemand jou? Dat weet ik niet exact. Maar ik ben ook iemand die zo'n vragen stelt. Maar op een gegeven moment, alleen mijn vader weet dat veel beter dan mijzelf. Ik deed het gewoon op het veld en mijn vader naast. Dus hij weet exact het verhaal. Maar dat was gewoon voor mij mijn lengte, laten we zo zeggen. Ik was veel te klein. Ik was mager op dat moment. Nu ben ik een beetje meer geëvolueerd in mijn body. Je kunt niks doen aan je lengte en aan je afkomst. We zijn zo geboren. En dan is het gewoon je mentale vlakte. Dus gewoon, als je gewoon sterk in je hoofd bent, kun je het aan. Als je het niet aan kunt, is het wel iets moeilijker. Uiteindelijk kom je dan via Berchem Sport en Ruppelboom terecht bij RWDM. Word je daar dan echt gelanceerd? Inderdaad, ik mag wel RWDM heel dankbaar zijn van de kansen die ze mij hebben gegeven. En, ik zal er gewoon voor alles doen voor nog een grotere naam voor RWDM te maken en voor mezelf. Heb je ooit gedacht, ik geef op? Nooit. Nooit. Ik heb nooit gedacht dat ik ging opgeven. Nee? Nooit. Nooit van mijn leven. Mijn familie is heel belangrijk, want zonder hun zou ik niet weten waar ik zou kunnen staan. Ik ga eerlijk zijn, met alle respect naar hun, naar mijn ouders toe. Maar mijn moeder is toch wel iemand speciaal. Gewoon wat ze allemaal voor mij heeft gedaan, dat kan niemand anders voor mij doen. Dat kan gewoon niemand anders doen voor mij. Ja, dat kan niemand anders doen voor mij. Amai. Je wordt er emotioneel van. Ja. Soms dat gewoon mijn moeder is speciaal. Als je dat zo ontvangen met je moeder, dan valt de eerste plaats. Aan mij. Sorry. Ja, moeder is toch wel speciaal. Dat is wel iets. Laten we het zo zeggen. Waarom ik voor Marokko kies, is ook omdat dat gewoon mijn trots is, mijn eigen land. Heel mijn familie is eigenlijk een Marokkaan.
laten we zo zeggen. En mijn opa, mijn oma zelf van Marokko. Dus gewoon prachtig om te zien. En ze zien ook van, ja, mijn kleinzoon is een voetballer. Waarom zou hij niet voor Marokko willen spelen? Ik zou hem ook daar, daar zien willen spelen. En dat is gewoon een trots voor hun. Voetballen voor je eigen land is gewoon prachtig. En zeker als je daar zelf bent, dat je gewoon je eigen land ziet. Mooi om te zien. In de eerste wedstrijd had ik ook een goal en assist erbij. Dat is natuurlijk mooi. Hè. Iedereen ziet dat over heel de wereld. Zeker mijn familie heeft die bij al die wedstrijden gezien. Goede commentaren. Soms commentaren van wat ik nog beter kan. Maar natuurlijk ben ik daar ook om te leren. En zal ik het beste uithalen. Of ik er ben? Helemaal niet. Ik moet nog veel harder werken en nog heel veel dingen doen om er te geraken. Dit is nog maar een stukje. Dit is nog maar een stukje van mijn carrière en dit is het begin. Maar ik zal alles ervoor doen om proberen aan de top te geraken als het kan. Ik ben heel trots. En zeker mijn familie is nog meer trots dan ik. Dus als die trots zijn, ben ik zeker trots. Zoals wij zeggen, wij weten dat niet. Wij weten het is alleen God, Allah, die dat weet. Waar wij gaan geraken, waar wij gaan eindigen. En wij doen gewoon ons best, wij doen ons hard werk. We gehoorzamen, we respecteren. En wat er van komt, daar zullen we eindigen.